Een groep van 35 startende ondernemers uit het Roemeense Timișoara kwam begin oktober naar Noord-Nederland om te netwerken met ondernemers en kennis te maken met het onderwijs. Ze kwamen juist deze kant op omdat de start-ups te maken hebben met digitalisering en ze het noorden zien als koploper. Everything is so exciting here, so innovative. Everything is moving so fast, but steady. Op 9 oktober bracht de groep een bezoek aan de Digital Society Hub. Een unieke innovatiewerkplaats waar studenten, bedrijfsleven en onderzoekers samenkomen. De Roemeense ondernemers kregen bij de hub gezelschap van Nederlandse start-ups. Doel was om interactie op gang te krijgen en te leren van de knelpunten die men tegenkomt. Well, dat kan variëren van keuze van strategie. Gaan we de Red Ocean kant, de Blue Ocean kant, de keuze van waarom ze eigenlijk in business zijn, over funding, over van alle intellectual properties, gaan ze allemaal over discussiëren. Maar daarvoor hebben ze wel de kans gehad om te kijken naar de faciliteiten vanuit Groningen, hoe dynamisch Groningen bezig is met start-ups. De start-ups bezochten verschillende studiefaciliteiten en kregen ook een kans om hun nieuwe bedrijf te pitchen. Today and these days it's all about networking. And we think that networking and finding the right people with the right mindset is very important. Imagine Quora and Meetup together. Bonobo basically adds the social component and helps you interact outside the virtual environment with people sharing the interests you are looking for. Yeah, so I started a web platform that is designed for entrepreneurs and for corporations. The target is for us to build the tools needed by designers to find work and to bring the corporations and the designers together in a big platform and put the requirements tool and the design tools and everything that's required for entrepreneurs to have them all in one platform. De Roemeense delegatie hoopte vooral te kunnen leren van de startende ondernemers in Noord-Nederland. They will have a more refined wish list, so they don't wish for something that is maybe not good for them. They will be better connected, so hopefully they make friends over here and have an easy call when something is up. I already made some connections and I'm waiting to find startups in the area of social interaction. If another person has walked the line and has also the experience, it makes it much easier for me not to make the same mistakes and not to go through the same process that they went through. We thought that the Dutch people are open and we thought that maybe we can find here some social interaction initiatives and we could collaborate with them and scale it more quickly. Uiteindelijk stond het bezoek ook in het teken van mogelijke samenwerkingen tussen de Roemenen en de Nederlanders. Wellicht dat ze nou heel veel van elkaar leren en zoveel foutjes uit de weg lopen. En hopelijk kunnen we straks praten over scale-ups die hieruit zijn ontstaan, die de volgende start-ups gaan begeleiden. Wat uiteindelijk wel bleek, is dat er genoeg ambities en kansen zijn. I was actually thinking these days that maybe I can bring my team here and start developing. Yes, I think so. That Groningen could be a great place to start a business. Because everybody here is implementing, developing, taking risks. It's very dynamic.